Nee, Bos. Het is corona. Is coronatijd. Is toch coronatijd? Nee, is niet meer. Steenpapier, schaar, ik mag beginnen. Nee, ik vind dit niet netjes, man. Ik vind box. Ja, ik, dit, box. Dit vind ik vriendelijker dan een box, man. Ja. Maar... Hey, zo, Peter. Bij welke landen zit de USA in de pool op het WK? Engeland. Wales, Iran. Welke wil je? Oh, wow. Nee. Wow. Nou ja, ik, als er één niet goed is, dan... Ja, 1-0. Ik was een flabbergast. Dit is de enige pool die ik wist. Ja, ik ook. Na Nederland. Nederland. Ja. Hoeveel WK's speelde Arjen Robben? WK. 2. Is niet goed. 1. Is niet goed. 3. Ah, ik wilde 3 zeggen, man. 6. 16 en 14. In welk jaar debuteerde Virgil van Dijk voor Oranje? 2015. Is goed. Dit is zo'n gok. Dit is echt een gok weer. Wist je dit? Huh? Nee, tuurlijk niet. Ik geef een goed antwoord, dan weet je het toch niet. Dat is een gok. Welke oud FC'er was aanvoerder van Zweden tijdens een WK? Dankjewel. Ja, maar laat me één voorspek en bonen kunnen. Stopte Iker Casillas de bal van Arjen Robben in 2010 met zijn linker of rechter teen? Rechter teen. Eentje voor de eer gewoon. Wie maakte de eerste treffer op het WK 2010 in Zuid-Afrika? Tshabalala. Keizer Chiefs, Zuid-Afrika. Ja, makkelijk. Ja. Die dansie, weet ik wel. Schattingsvraag. Hoeveel interlands speelde Arjen Robben? Peter mag eerst antwoorden, want die staat 4 voor. Ja, deze heb ik. 96. Meer. Nee, niet boven de 100. Je moet in elk geval schatten, want hij schat 96. Wat ja, ik zeg jij? Meer. Ik zeg meer. Ja, dus zeg 97. Ja. Volgens mij net geen 100. Ik zeg 97. Hij is eng, man. Hij is zeker eng, ja. Maar... Hij is echt eens 98 of zo. Zeker. Ik moet het nog even voor de zekerheid gaan checken, maar het is inderdaad 96. Oh. Ja, ik zeg dat gewoon, man. Ja, man. Heb je het goed? Ja, tuurlijk. Ja, dus hij stelt een vraag, ik geef antwoord. Dus, ja. Ja, maar ik vind het zo oneerlijk weer, man. Dit is voorbedacht.